We staan hier vandaag bij het Openluchttheater Lotser. En we staan hier naast iemand die bekend is geworden onder andere door het programma Veronica Insight. En bekend is door zijn snor en zijn sigaar. Goedenavond, Johan Derksen. Hallo. Sowieso allereerst leuk u te ontmoeten vanavond hier in Lotser. En welkom in Lotser. Ik was nog nooit een Lotser geweest. Bevalt u het een beetje hier in Lotser? Ik vind het heel gemoedelijk en knus hier, ja. En een mooi theater waar u vanavond kan spelen met de Bluesstoppers. Ja, nee, ja, als er dadelijk mensen zitten, dan geloof ik best dat het gezellig wordt. Ik denk wel dat het volkomt. Maar allereerst, waar is uw liefde voor blues vandaan gekomen? Nou, dat is al heel lang geleden. Hè. Ik hoorde ooit op de radio Little Richard en op Radio Luxemburg. En toen dacht ik moet meer van zwarte muziek weten. En wij hadden in Nederland Corrie Brokken en de Foreo's en dat soort lulkoek. En toen ben ik me daarin gaan verdiepen. En dan, voor je het weet, dan heb je last van de blues en dat laat je nooit meer los. Super tof. En op een gegeven moment ga je de theaters in Nederland met de Bluesstoppers vanavond. Zoals vanavond. Ja, maar dat heb ik pas gedaan toen ik met pensioen ging. Hè. Toen had ik me voorgenomen, nu ga ik nooit meer naar een voetbalwedstrijd. En dan ga ik leuke dingen doen. En we toeren nu 4 jaar. En in september begin ik met een nieuwe tour. En nu voor het eerst zijn we in de zomerperiode in een openluchttheater. Dat heb ik ook nog nooit meegemaakt. Nee, inderdaad. Dus het is de allereerste keer in een openluchttheater? Ja, we doen alleen schouwburgen. Maar plotseling kwam dat theaterbureau met het idee, jullie kunnen ook openluchttheaters doen. Nou ja, dan ben je weer een avondje bij je vrouw weg, hè? Ja, inderdaad, inderdaad. Heel leuk. En kunt u eens meer vertellen over de Bluesstoppers die hier vanavond gaan optreden? Nou, dat zijn echt wel grote jongens. Toen was jij nog niet geboren toen ze groot waren. Maar we hebben Michel van Dijk, dat was de zanger van El Quinn. We hebben Theo van Es, dat was de zanger van The Shoes. Die mevrouw die nou staat te blaren, dat is Cat Riggins, die komt uit Miami. En we hebben een waanzinnige goede mondharmonica speler van de Amerikaanse band The Red Devils. We hebben Erwin Java, dat is 26 jaar de gitarist van QB and the Blizzards geweest en nog de laatste jaren bij King of the World. Al met al hebben we een heel goed groepje. Heel, heel erg leuk. En uw taak vanavond is? Oh, ik lul het een beetje aan elkaar. Meer is het niet. Kijk, ik ben degene die het organiseert en die zorgt dat ze hier zijn. En ik licht het wat toe bij de mensen, maar verder ben ik een figurant. Vind ik wel vervelend hoor, hè? Figurant. Dat is wel vervelend. Opeens kwam er ook een regenbui aan, dus dan gaan we hier maar lekker verder. Even een paar vraagjes. Heeft u eigenlijk nog wel zin in Veronica Insight? Jawel, we hebben het wel gezellig hoor. Kijk, als ik er echt geen zin meer in heb, dan doe ik het niet meer. Maar het is niet zo dat ik nog met het zweet op mijn rug van de zenuwen daarheen ga. Kijk, nou 22 jaar, dan beheers je het kunstje wel. Ja, nou ja, inderdaad. En hoe lang gaat u nog door? Mijn contract loopt nog 3 jaar. Dus gaat u die ook verlengen? Nou, ik sluit niks uit, maar als ik stop, dan ben ik 73. Dan word je misschien een beetje een oude gek, hè? Nee hoor, want ik kijk nog altijd met plezier naar het programma. En uw humor is ook fantastisch. Maar mag jij zo laat opblijven dan? Nou, eigenlijk niet, maar ik doe het stiekem. Ja, nee, dat is goed. Goed. Dus, wat kunnen de mensen verwachten vanavond van de show? Topshow. Waar ik bij betrokken ben is een topshow, hè? Inderdaad wel, ja. Ja, nee, maar dit is gewoon leuk. Maar voor een beetje voor 40-plussers. Ik denk niet dat jij gaat staan te zwingen tussen de banken. Maar voor de wat rijpere, oudere jongeren is dit geweldig. Super tof. Ja, het is uitverkocht waarschijnlijk vanavond, denk ik wel. Maar, ik weet niet hoeveel mensen erin kunnen. Ik weet het eigenlijk ook niet. Een paar honderd man, denk ik wel. Nou ja, in de Schouwburg hebben we er 1500. Dus die zullen hier komen. Ik weet het niet eigenlijk, moet ik zeggen. Maar als u er nog moet zeggen, ik maak zelf ook radio. Welk bluesnummer moet ik echt draaien maandag? Cherry Red Wine van Luther Allison zou ik eens een keer draaien. Dan gaan we dat zeker regelen maandag. En dan wil ik u vanavond heel veel succes wensen met de show. Dankjewel. Heel fijn dat we u konden ontmoeten.